gaat een stukje pitchen over Heijmans en wat jullie doen met digitalisering. Ja, precies. Allereerst eventjes, Heijmans die wil graag, hè, dat is de ambitie van Heijmans om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. En enerzijds als rol vanuit de gebiedsontwikkelaar vind ik het leuk om erover na te denken en het te bedenken. Maar ook om als bouwer vervolgens het op een gezonde en veilige en duurzame manier te bouwen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga eruit. Heb jij je 5 minuten om te pitchen? Succes. Prima. Dankjewel. Nou, enkele problemen die je dan tegenkomt om te komen tot een gezonde leefomgeving is bijvoorbeeld de vervuilde binnenlucht in de woningen. Wisten jullie bijvoorbeeld dat 80% van de lucht die je in de woning van de fijnstof wat je inademt, dat in je eigen woning gebeurt? Maar ook te hoge luchtvochtigheid en hoog CO2-gehalte speelt allemaal zich af in de woning met verschillende gezondheidsklachten van dien. Een ander belangrijk thema in het gezonde leefomgeving is bijvoorbeeld vereenzaming. Dat 30% van de Nederlanders voelt zich vereenzaamd. Een ander thema is bijvoorbeeld de veiligheid, hè, de inbraak en brand voorkomen, maar ook energieverbruik. Nou, wij hebben ons binnen Heijmans afgevraagd, zouden wij middels slimme technieken de digitalisering hier een antwoord op kunnen geven? Sommige problemen misschien helemaal oplossen, maar sommige problemen ook misschien voor een deel. Nou, het Heijmans antwoord hierop is gezond wonen. En gezond wonen bestaat uit enerzijds slimme technieken, maar ook uit diensten die we willen toevoegen. Nou, de techniek die wij doen is in de woning een computer plaatsen in de meterkast. En voor de rest slimme sensoren in de woning. Die bijvoorbeeld CO2-gehalte meten, het fijnstof, maar ook of er ingebroken wordt en of er brand is. Om dat ook goed te kunnen doen, hebben wij goed internet in de woning. Zowel in de woonkamer als in alle slaapkamers. Dus dat kun je natuurlijk voor meerdere doeleinden gebruiken. Maar vooral ook om de diensten aan te kunnen bieden om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Zo bieden wij bijvoorbeeld al diensten aan nu op basis van die sensoren die wij in de woning hebben geplaatst op brand en inbraak. Dat doen we bijvoorbeeld middels Homies. En Homies is een sociale app die vervolgens mensen in jouw netwerk waarschuwen als er brand of inbraak is. Energiemonitoring doen we natuurlijk en bewoners tips geven voor het energieverbruik. En een hele belangrijke is natuurlijk ook de luchtkwaliteit in de woning te meten. Dus het fijnstof, maar ook de luchtvochtigheid. En daar ook op in te spelen, dat mensen beter ventileren en ook gezonde lucht in de woning krijgen. Nou, dus middels deze slimme technieken en diensten willen wij vervolgens de gezondheid van de mensen en de gezonde leefomgeving verbeteren. En dat doen wij niet alleen, dat doen wij middels partners. Enerzijds partners op het gebied van die slimme sensoren, maar ook het RIVM zijn we mee in gesprek. Ook het Longfonds, want die willen natuurlijk ook graag schone lucht in de woningen. Nou, dat even in het kort wat wij nu aan het doen zijn op basis van slimme sensoren en technieken in de woning. En ja, als jullie hier meer informatie over willen hebben of een probleem hebben, dan horen wij dat graag. Ik ga graag in gesprek over andere problemen die er nog zijn, die wij middels deze slimme technieken kunnen oplossen. Nou, dat was precies mijn vraag. Als mensen meer informatie willen hebben, kunnen ze dan bij jou terecht? Of heb je daar een link voor? Bij mij terecht, ja hoor. Ja. En kun je in de chat iets zetten van waar ze jou kunnen vinden? Ja, ik kan er mijn e-mailadres erbij zetten, dat is goed. Ik ga graag in gesprek met partijen die ook slimme technieken hebben of diensten kunnen aanbieden. Of waar wij dit nog meer kunnen toepassen. Ja. Nou, die oproep hebben we een paar keer gehad van Heijmans. Dus jullie zijn echt op zoek naar partners om dit op te pakken. Mooi is dat. Ja, zeker. Ja. We kunnen het niet alleen. En ik denk dat dat hier in de kracht moet bundelen en in een vroegtijdig stadium met elkaar in gesprek moet gaan. Ja, mooi. Door meerdere mensen is dat al beaamd. Dus het is een goed bericht vanuit Heijmans. Dankjewel. Prettige dag verder. Dankjewel. Prettige dag. En ik heb mijn e-mailadres onder de naam van Joost Ruitenkamp gezet. Dus, Oké, dankjewel.